Waarom gaat dit wielerseizoen het hele peloton toch op zijn bek? Het was vallen en opstaan tijdens de Ronde van Vlaanderen. Meerdere wielrenners gingen hard onderuit. Het leek wel een slachtveld. Er wordt nu zelfs gedacht om dit valgedrag hard aan te gaan pakken. Philemon reist af naar de Scheldeprijs in België en gaat op onderzoek uit. Vandaag volg ik de mécanicien van Giant Shimano. En hem wil ik vragen wat hij denkt van al dat geval. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, Philemon. Hey, Nick. Het is een stressvol baantje, lijkt mij. Ja, absoluut. Het is wel stressvol. Ja. Zeker als het in de finale wat gebeurt. Een lekke band of dat de fiets niet goed werkt, dan moet het heel snel gebeuren en op een goede manier. En er wordt natuurlijk ontzettend veel gevallen dit jaar. Dat is voor een mechanicien extra veel stress, of niet? Ja, dat is heel veel stress. Want je hoopt natuurlijk niet dat de renners erbij zitten. Nee. En dat is allemaal goed overkomen. Dus als ze erbij zitten, dan is het snel fietsen weer zo en hopen dat de renner nog verder kan. En dan is het weer verder de koers in. En wat moet je nu doen? Nu ga ik de banden op spanning brengen. Top. Dus doe je best. Oh. Ja, het is echt niet normaal, jongens. Ze beginnen die koers op een klein wat helemaal niet geschikt voor is. En gewoon één grote chaos met allemaal auto's die door elkaar staan. En hij heeft normaal gewoon echt ruimte nodig om zijn fietsen neer te zetten. Maar dat is er gewoon niet. Keep them in the back of your head. Head up high and understand. Nou, en omdat er in zo'n ploegleidersauto maar een beperkte ruimte is, neem ik zelf zo de camera ter hand. We lazen op Twitter dat er door de renners getwitterd dat er veel gevallen wordt dit jaar, meer dan andere jaren. Is dat zo, denk je? Nee, ik denk niet dat er meer gevallen wordt dan jaren voor. Het is zoals met de Ronde van Vlaanderen is een beetje op heeft gekomen met de vrouw. Ja. Dat niet goed is gegaan en daardoor wakkert het allemaal een beetje weer aan. Maar het is volgens mij ieder jaar wel gewoon stress en valpartijen hoort er gewoon eenmaal bij. En hoe zou je het minder kunnen maken? Je kan het minder maken met bijvoorbeeld de parcours, dat ze daar een beetje rekening mee kunnen houden. Ja. Maar eenmaal voorkomen kun je het niet. Aan het begin van het jaar hadden ze een nieuwe regel om valpartijen te voorkomen. Dat was dat je niet meer op fietspaden mocht fietsen. Heeft dat nou geholpen? De eerste twee koersen wel, in het Nieuwsblad en Kuurne. Alleen in Kuurne, Brussel-Kuurne, was dus een kopgroep die zich daar niet aan hield. En dat bracht eigenlijk weer verwarring tot stand. De juryleden haalden de renners niet uit koers. Er zijn renners die weer van de fietspaden gebruik maken. En ja, dat zorgt eigenlijk weer voor extra nerveuze situaties in het peloton. Alles verder in orde, Albert. Er is nog geen valpartijen. Geen valpartijen, geen lekke banden, dus doe maar zo. Hoe is het met de wind? Want we zien wel in de bomen dat het is zo mooi. Ja, dan is het echt opletten. Ja. FDG zit op het hele ploeg van voren nu. Maar dan gaat Kittel nu al aan. Dus vroeg, nu met zijn brede schouders al aan. En komt dat dan nog iemand in de buurt? Kom op, kom op, kom op! Ja! Ja! Dus! We gaan het doen, Marcel. Allerjongste deelnemer. Nu zijn er, het hele voorjaar zijn er crashes. Elke wedstrijd. En ik ben erbij en er gebeurt helemaal niks. Nee. Dat is wel fijn. Ja, dat is gelukkig voor Philemon, denk ik. Maar ik merk wel aan alles, een echte verklaring hebben jullie niet. Er is geen verklaring. Je zit met een 160 tot 200 renners zit je in de peloton en dat hoeft maar één stuurfout te maken. Ja. Dan ben je al, weg. Ja. Dus een echte verklaring heb ik niet. Succes nog het hele seizoen. Ja, dankjewel.